Wat is de eerste zin? Het woordje van, wat was de eerste zin? Wat is de eerste zin? Ik loop nog eventjes in mijn prachtige roze badje als ik ooit heb gekregen van de set van Renesse. Door mijn huisje heen. Ga me even klaarmaken. Want vandaag is het zover. De passion. De passie. Het gaat vandaag beginnen bij de Belma Arena. Ik heb wat foto's gezien hoe het eruit ziet. Ziet er episch uit. En ik zie jullie daar zo meteen. Welkom bij een nieuwe video. Ik loop er. Ik zie het. En ik denk, holy shit. En mocht jij nou eerst denken, wat heb jij een vies snorretje? Dat kan, dat moet ik laten groeien. Ook al heb ik niet veel, ik heb eigenlijk helemaal niks. En ik moet ook mijn haar laten groeien, dus het wordt allemaal heel lang. En lelijk, maar maakt niet uit. Het gaat even om wat ik nu zie. Ik zie namelijk dit. Twee hele mooie containers. Nee. Het podium, dames en heren. Het moet om 2 uur zijn, want we gaan allemaal repetities en zo doen. Ik heb geen idee waar ik moet zijn, maar we moeten daar naartoe. Kaartjes opgehaald. Giva is nog even druk aan het bellen, Disciple 2. Kijk jongens, daar is de arena en het podium. Maar we zijn eventjes, moeten ons verzamelen bij het Holiday Inn Hotel. Eén omhoog, één omhoog. Bandcore? Nee. We zijn crew. Wat een crew? Nee, we zijn niet. We moeten sowieso een aparte verdieping zijn met Disciples. Kan niet anders. Wat zeg ik? Ja toch. Ik was helemaal vergeten dat je dezelfde outfit aan moest. Zeg maar zelfde broek, want ik had mijn eigen broek aan. Uh-huh. Maar die was in de was, dus ik heb echt een vieze stinkbroek aan. Oh my god. Maar heb je wel dezelfde nu, toch? Ja, ik heb wel dezelfde. Doe de deur open. Oeh. Waarom zijn er zoveel deuren en zoveel... Het is bijna 1 april, misschien is het een prank? Ik denk het wel. Oh, fijn. Oh my god. Hey Levi, ga jij in de marathon spelen? Ik heb een krakeling gezeten, kun je het zien? Nee. Ik kan ook... Oh, jammer. Maar je ziet er wel knap uit. Dankjewel. Oké, nou, we zijn door een soort secret doorgegaan backstage in een hotel. We hebben nooit achter... Oh, hier. En we zijn hier bij een kleedkamer. Hey! Nou, is dat mijn outfit? Ja. Hoi Dylan. Ja. Hallo. Lang niet gezien, hè? Ja. Nee, hè? Ga je nou onze kleedkamer in? Ja. Nou, wil je me even een rondleiding geven door de kleedkamer? Nou, buiten. Ik vind het wel spannend. We zijn met z'n tweeën in een kleedkamer. Met een bed. Nou. En je valt op mannen, toch? Ja, ook nog. Nou, goed. Oké, nou. Gezellig, het ruikt echt zo erg naar hotel hier. Ja. Vind ik lekker. Nou, niet schrikken hoor, ik heb alleen even mijn shirt uitgedaan. Dat was Dylan, hij doet de styling. Ik moet dus dezelfde kleding aan die we aan hadden bij de vooropname, want we hebben al dingen opgenomen. En... Ja, ik zat heel even intiem te vloggen, naakt. Met mezelf. Komt hij weer binnen hoor. En kijk, alcohol, dat is altijd goed. Welkom bij de passie. Oké, Dylan, je hebt dus Nike schoenen aan. Ja. Vervolgens heb je daar een Adidas sokje over en jouw stylist kan er vast wel antwoord op geven. Waarom? Lekker mix en match. Mix en match? Yeah. Nice. En ik heb deze fans aangekregen. Yeah. Mijn Disciple 5 fans. Okay. Ik zit nu bij een kunstenares op de stoel. En die gaat mij transformeren in een transformer. Toch? Ja. Kijk, dit is haar apparatuur. Hiermee kan je dus echt van allerlei dingen doen, hè? Ja. Nou ja, goed. Er is veel te doen. Dus... Wat vind je van mijn vlassige snorretje? Ja. Ja, hij is vlassig. Ja. Akkoord. Oké, ik mag hem dus niet eraf halen. Oh, je had hem toen ook. Nee, ik heb hem toen niet, maar ik weet niet of het nu heel erg is of dat continu is. Nee, denk ik niet. Want ik moet hem laten staan. Waarom? Voor een film. Ze willen zien wat het doet. Nou, okay. Doe niet zoveel. Ja. Er zijn nog meer mensen binnengekomen in de transformatiekamer. It's Levi. Oh shit! Ah, mijn neus! Ik wilde dit doen, kijk. Oh, je ziet wel. En Annie! Yay! Hi Annie. Hallo! Zij is nog niet getransformeerd, maar dat komt zo. Ja, dat zie je ook wel, hè? Ik heb echt geen neus. Nee, ik vind je eigenlijk nog best wel knap, hè? Ah, Levi. Oh, je hebt al make-up op. Ik ben thuis. Ja. Oh, heel laag. Dat was een innerlijk boertje. Ik ben gemake-upt. Mijn haar is gekruld en gedaan en gedingst. Waar is mijn pasje? Ik doe nog even mijn jasje aan. Hallo? Hey! Yo! Het is Don. 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 Stem op Don. Dit is Don. Hij is van de ChristenUnie, gemeente Amsterdam. En hij heeft een nummer gemaakt, stem op Don. Want iedereen moest op Don stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. En ze hebben het ook gedaan. En ze hebben het gedaan, want? Ik ben gemeenteraadslid. Ik ben van net beëdigd in de gemeenteraad. Dus Ja!
Lekker doen. Zo, mijn discipel outfit is compleet. Nu met de lift naar beneden, de receptie, interview doen. Ik heb geen idee voor wie, voor wat. Ik ben in de receptie, lekker slapen. En maar door wie worden we nou geïnterviewd? Oh, door wie? Jeugdjournaal. Oh. Jeugdjournaal? Ja. Heftig. Toch, jeugdjournaal? Waarom loopt hier, het voetbalteam van Juventus? Hallo. Doe normaal. Goed moment om even een interview te doen met het jeugdjournaal. Toch? Ja. We staan even backstage, gaan ze repeteren. We worden ondertussen nog even geïnterviewd door Omroep Ede. We gaan nu live op de radio. Oh, even een kutzooi. Wat is er nou? Ze hebben opgehangen. Ze hebben opgehangen? Ik ben nog nooit op de radio geweest. Ede. Kom je nou toevallig uit Ede? Laat het even weten in de comments. Gelukt? Ja, het is wel gelukt. Ja? Nice. Deborah ook weer blij. De persvoorlichters, hè? Hallo. Deborah Leemans en... Judith Vernooy. Nice. Passion. Ik sta naast Judas, jongens. Judas stond net in een gebouw wat nog niet af is. Ze hadden geen instorting voor vaak. Dat hoop ik niet, denk ik niet. Maar ben je nou eigenlijk zenuwachtig? Nou, ik ben eigenlijk op hoogte geweest, dus ik wel eens wel een dingetje. Maar ben je niet zenuwachtig voor zingen of een hoge noten? Of, Nee, ik voel me wel echt ready. Wow, publiek! Hey! Jace, waar even naar je fans? We zijn dus nu naar de beelden aan het kijken voor het eerst die we hebben opgenomen hiervoor. Heel leuk om te zien. Oh, Donny! Fix it up. Alleen is maar alleen. Ja. We staan dus hier achter het podium. Allemaal te kijken naar één klein schermpje. Super klein schermpje, staat iedereen te kijken. Hier is het podium. We zijn nu gewoon live. Ik heb het gevoel dat ik stil moet zijn. Ik ga helemaal niet zitten. De nationaliteiten. Als we het hebben over multi. Het is zo meteen op het moment dat we live het podium opgaan. Want alles is natuurlijk van tevoren opgenomen. Ja, iedereen staat hier een beetje klaar. En we gaan zo met het laatste nummer zingen. Zijn we voorbij? Nou! Toi, 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 hè? Mag ik je handje even? Ja, dank je. Daar staan we dan. Hoi! Hoi! We lopen hier zo meteen een trappetje op en dan is ons moment. We gaan meezingen. Wat is de eerste zin? Het woord is van. Wat is de eerste zin? Wat is de eerste zin? Als er ruimte rijdt voor empathie, liefde. Moet je stil zijn? Ja, we moeten nog wel zijn. Ook kan er 10 miljoen we gaan het zien. Het staat erop! Hi! Doei, Belmer Arena! Fucking mooi, episch! What's up, boys? Zo, ik ben thuis. Ik heb lekker de taxi naar huis gepakt. Ik dacht, zou ik lekker met de trein gaan? Toen dacht ik van, nee, ik heb geen zin in. Dus ik dacht, ik bestel gewoon die Uber. Een heel gesprek gehad in de Uber over Show de Pool. Ik weet nog niet waarom. Uiteindelijk zei hij, ik ga je wel 5 sterren geven, man. Dus 5 sterretjes erbij bij Uber, huppatee. Ik ga nu slapen. Dat is wel moe, ondanks dat ik niet heel veel gedaan heb. Ik vond het super vet om mee te maken. Om mee te doen met de passion. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Ik ga het even terugkijken. Ik ben heel benieuwd hoe het er allemaal uitzag. En like even deze video, jongens. Abonneer op het kanaal. Vertel je vrienden en vriendinnen dat ik back ben op de YouTube kanaal. En ik zie je later weer. Mazzel.